over de rode. Je weet nooit wat je krijgt. We gaan zo meteen live bellen. Dat doen we altijd. Wordt het een leuk gesprek? Het kan echt episch worden. Vorige week hadden we een paar klappertjes met bizarre uitspraken. Gaat het vandaag weer gebeuren? Krijgt Daniek haar slachtoffer over de rode? Dat gaan we zo meemaken. Daniek! Ja? Hi! Ben je zenuwachtig? Hoi! Nee hoor. En die persoon die je hebt opgegeven, is dat een beetje iemand die makkelijk op de kast te jagen is? Ligt eraan met wat. Nee, jij weet wel met wat. Ja. Dus jij hebt zijn sweet spot uitgezocht en we gaan hem even keihard in de maling nemen. Dat gaan we doen. Raymond heet hij toch? Oh, Raymond, ja. En dat is je vriend? Ja. Leuk. Oh, hoop dat die relatie kapot gaat. Dat is natuurlijk wel mooi overrooien natuurlijk. Yo, het geluk van anderen is mooier dan het verdriet van anderen. We gaan nu bellen. Oké. Okay. Hallo. Hoi. Hallo. Ik moet je wat vertellen. Met wie spreek ik? Oh, met Daniek. Oh, hi. Hoi. Beloof dat je niet boos wordt. Wat is er dan? Nou. Ja. Ik mocht nog nooit op je kwad rijden, omdat ik geen rijbewijs heb en bla bla. En ik verveelde me vandaag heel erg, omdat je weg bent. En toen dacht ik, ik ga even een rondje rijden. En toen kwam ik toevallig de politie tegen en ze hebben me een boete gegeven. En hij is in beslag genomen. Jongen. Meen je deze? Jongen. Jij sport echt niet, kerel. Oh, je bent wel boos. Ja, ik meen het serieus. Jongen, ja. Ik heb er echt heel veel spijt van, maar de politie kwam er gewoon in één keer aan. En ik dacht, ik ga alleen maar een rondje rijden voor de groene strook, maar ze stonden daar echt toevallig. In plaats van dat je de ene pak met kent, ik ga hem met zonder kent. Jij bent echt dom. Jij bent echt dom, kerel. Ik wist toch niet dat er geen kenteken op zat? Ja, moet je toch echt even verder kijken dan je neus lang is, kerel? Sorry. Ja, je kijkt maar. Of je zoekt nieuw van mij terug vandaag, of je slaat me lekker om de brug of zo, kerel. Oh, je bent echt boos. No shit. Maar je kan het toch gewoon terugkrijgen? Nee, dat kan niet, want hij is ingevorderd. Hij is in beslag genomen. Die krijg je nooit meer terug. Oh. Ja, echt goed slim weer. Sorry. Ja, niks sorry, want eindstand heb ik daar fucking veel geld en fucking veel tijd in gestoken. Is gewoon weg. Eindstand krijg ik ook nog een boete, mag ik dat ook nog gaan betalen zodat hij vernietigd kan worden. Mooi man. Echt goed gedaan. Maar je hebt toch nog een andere kwad? Ja, mooi man. Dan ga ik op een 50 cc rijden, toch? Heb ik een 250 cc 100 billen gehad? Rij jij hem naar de politiebeslag na mijn gebeuren, kutzooi in. Mooi man. Het ga je goed gedaan. Ja, maar ja, om dan al gelijk te zeggen dat ik onder een brug moet gaan slapen, ik ook een beetje overdreven. Ja, nou echt, je kijkt maar. Echt goed dom van je. Je weet zelf dat je dat helemaal niet kan doen. En eindstand ga je gewoon lekker rijden. Ik heb het je ook nog 10 keer verteld. Ga je gewoon lekker rijden. Nou, echt jouw probleem, kerel. Ja, kerel. Kerel. Hoezo kerel? Ja, kerel. Het is een chick, het is geen kerel. Met wie spreek ik nou wel? Ja, kerel. Kerel, je spreekt met Radio 538, kerel. Jongen. Chickie van me, hè? Kerel. Chickie van me. Kerel over de rooi, of niet? Jongen. Maar waarom noem je je vriendin kerel? What the fuck? Ja, ze moet me niet boos maken, kerel. Kerel, dat slaat toch helemaal nergens op? Mooi stoppen. Nee, joh, laat hem. Maar, mijn kop staat gewoon nog thuis, of hoe zit dat? Nee, die is echt ja, ik zit er nu echt toevallig op een sigaretje te roken. Dat was ondertussen dat je eventjes op Radio 538 was. En, notaris Glenn? Ja, prijzen! Ja! Ja! Kerel, gefeliciteerd. Jij wint 2 tickets voor 6 op 21 november in de Melkweg in Amsterdam. Kerel. Checkie. Wauw. Yay.
Danique en Raymond. Jongen, ik pak jou nog wel terug. Ja. De avondploeg.